Hoi allemaal en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video, want vandaag ga ik jullie allemaal budget toppers laten zien. Ik heb een aantal hele leuke budget items gevonden die helemaal trendy zijn, allemaal fashion items. En ja, ze zijn echt heel erg leuk. Ik heb ze hier allemaal naast me liggen. Het is best wel wat, dus laten we maar meteen beginnen. Ik ga beginnen met de Sena, want daar heb ik ook de meeste dingetjes gehaald. Want ik kwam daar laatst en ik zag zoveel leuke dingen. En het is daar ook echt heel erg betaalbaar. Dus dat is helemaal top. Je hoeft niet veel geld uit te geven om er leuk uit te zien. Met een aantal hele leuke accessoires kan je outfit al helemaal apart maken en anders dan de rest. En daar hou ik zelf altijd wel heel erg van. Dus laat ik beginnen met het eerste item. En die is gelijk al heel erg cool, vind ik. Dat is namelijk deze fanny pack. En hij is van, ja, hoe zeg je dit? PU noemen ze dit. Het is een soort van leer. En het glimt echt heel erg. Ja, het is wel heel erg cool. Dit is top als je ergens naartoe gaat. Ja, nu is het een beetje lastig om ergens naartoe te gaan. Maar stel je gaat ergens naartoe, dan is het echt heel erg handig als je dit zo omdoet. Je kan er heel veel in kwijt. En het ziet er ook nog eens cool uit. En deze heb ik dus. Deze is normaal €12,90. Maar er is nu allemaal korting. En er ging nog 30% van af. Dus uiteindelijk heb ik hier €9 voor betaald. Ik vind €9 echt een hele mooie prijs voor zo'n tasje. En ja, je kan dit ook eigenlijk met bijna alles wel combineren. Want het is zwart en zwart kan je overal mee combineren. Nou, iets wat je nu heel veel ziet en wat ik ook echt helemaal geweldig vind, zijn sokken. Maar niet saaie witte sokken, aparte sokken. En dat heb je bij de Sena dus ook. Je hebt daar echt de allerleukste sokken. En ze zijn €1,90 per stuk. Dan krijg je dus een paar voor €1,90. Nou, dit is het eerste setje die ik heb. Dit zijn gewoon witte sokken en er zit een citroentje op. Het is zo schattig als je dit bijvoorbeeld met een sneakertje aandoet en dan komt het citroentje er zo bovenuit. Ja, ik vind het in ieder geval heel erg leuk. Tweede paar zijn deze. En deze zijn dus ook doorzichtig. Dus je ziet je huid er doorheen. Nou, ik vond het echt zo leuk. En je hebt allemaal verschillende soorten met dit. Je hebt ze ook in andere kleuren. Maar ik zag bijvoorbeeld ook een panterprintje met het doorzichtige. En wat hadden ze nog meer? Volgens mij ook nog citroentjes. Ze hadden zoveel keus. En het laatste paar wat ik heb is deze. Hoe leuk zijn deze sokken? En wat ik al zei, ze zijn €1,90 per stuk. En je hebt zoveel keus. Ze hebben echt de leukste sokken. Ik vond het echt moeilijk om te kiezen. Het liefste nam ik ze allemaal mee. Maar uiteindelijk ben ik voor deze drie gegaan. Nog een accessoire die je nu ook steeds vaker ziet en die ik helemaal geweldig vind, zijn sjaaltjes. En ik heb er twee van de Sena. Hij is roze met sterretjes en cactussen. Ja, dat past gewoon helemaal bij mij. En dit vind ik altijd heerlijk in de zomer. Dan knoop ik het zo om mijn hoofd en dan heb ik mijn haar naar achter. Ik vind het ook leuk om aan mijn tas vast te knopen. Dus dat kan je er allemaal mee doen. Deze is wit met allemaal bloempjes erop. Lijkt wel een beetje geborduurd, maar dat is het niet. En dit sjaaltje was geloof ik iets van €4. Er ging ook korting vanaf. Bij de accessoires ging 30% korting eraf. Buiten accessoires heb ik ook wat kleding items gescoord bij de Sena. En die ga ik nu laten zien. Nou, ik was daarvoor al heel erg dol op pastelprintjes. Maar nu zie je het gewoon overal en is het overal te koop. Dus ik ben helemaal blij. Dit is een shirtje. En ja, hij heeft pofmouwtjes. Dus ik was gelijk verkocht. Hij zit ook echt heel erg mooi. Hij past perfect. Ook deze was weer met 30%. Normaal gesproken was die €9,90. Maar ik heb er nu iets van €7 voor betaald. Nou, ik vind €7 voor zo'n shirtje ja, echt een goede koop. Dus dit is een toppertje. Dit vestje. En deze is €9,90. Hier ging helaas geen korting van af. Maar ik moet zeggen €9,90. Voor deze kwaliteit, nou, daar kan je niks van zeggen. Want het voelt gewoon echt heel erg zacht en goed aan. Het voelt niet goedkoop aan. En dat is wel belangrijk, want het moet gewoon lekker zitten. En hij heeft dus hier een V en het is een vestje. Dit is heel erg leuk om als top te dragen. Op een rokje, op een broek. Ik denk dat ik het allerleukste vind op een rokje. Ik draag ook eigenlijk alleen maar rokjes. Dus dan is dat ook wel logisch. Dus die heb ik in het oranje. Maar ik heb hem ook in het zacht geel gescoord. Dit is ook echt een heel lief kleurtje.
Deze twee vond ik het allerleukste. Omdat dit kleuren zijn die ik nog niet super veel in mijn kast heb hangen. Mijn moeder heeft daar ook twee hele leuke items gescoord die ik alsnog even wilde laten zien. Omdat ze echt heel erg schattig zijn. Namelijk dit witte t-shirtje met dit broiderie mouwtje. Dit is ook weer een pofmouwtje. Die heeft ze in het wit. Maar ook in het zwart gescoord. Nou, dit zijn echt perfecte basics. Je kan het overal mee combineren. En ook deze waren weer in de korting. Normaal gesproken 9,90 euro. En nu ook iets van 7 euro. Dit waren alle items van de Sena. Ja, en dan gaan we door naar de Zeeman. Ook hier heb ik allemaal leuke accessoires gescoord. Ik heb hier geen kleding, alleen accessoires. Maar ik moet zeggen, de accessoires die ik heb, vind ik echt onwijs gaaf. Laat ik beginnen met deze oorbellen. Nou, ik vind dit echt een geweldige dupe van My Jewelry oorbellen. Ze zijn heel erg gaaf. Ze hebben een beetje dat rieten idee. En ze zijn nickel free. Dus het is ook niet dat je oren opeens groen worden of zo. Als het goed is. Dit is echt de perfecte accessoire voor de zomer. Maar ik heb ook nog een ander setje met oorbellen. Deze was 2,50 euro en dan krijg je allemaal verschillende oorbellen. Maar ze zijn onwijs schattig. Met schelpjes. En deze zeesterren. Een parel. Ja, heel leuk. Ik vind ze stuk voor stuk echt heel erg schattig. En dat voor 2,50 euro kan je echt niks van zeggen. Want je krijgt er heel veel oorbelletjes voor. Echt hele leuke. Dan nog iets voor de zomer. Deze slippers. Hoe onwijs schattig zijn deze slippers? Ze zijn dus zwart. En ze hebben hier van die pomponnetjes. En een hakje ook nog eens. Dus dit is een klein sleehakje. Dan lijkt je ook nog eens iets langer. Nou, helaas kunnen we nu nog niet op vakantie. Maar het wordt komende week wel echt heel erg warm. Dus dan kan ik ze aandoen. Ik vind ze echt onwijs schattig met deze pompons. En ze hadden ook nog andere kleuren. Maar uiteindelijk ben ik voor zwart gegaan. Want zwart kan overal bij. Dus ja... Deze slippertjes en ze waren 3 euro. Deze zonnebril is echt de perfecte dupe van een Ray-Ban zonnebril. Hij is maar 3,50 euro. En ja, hij ziet er gewoon echt heel erg mooi uit. Ik heb zelf laatst een Ray-Ban bril gekocht. Omdat ik toen mijn rijbewijs had en achter het stuur vind ik het wel belangrijk om een goede bril te hebben. Dus ja, heb ik geïnvesteerd in een mooie bril. Maar ik vind het zonde om die zonnebril dan mee naar het strand te nemen bijvoorbeeld. Want dan kan die beschadigen en ja, ik ben altijd best wel zuinig op mijn spullen en dat wil ik niet dat dat gebeurt. Dus dit is dan de perfecte zonnebril om mee te nemen naar bijvoorbeeld het strand. Ook bij de Zeeman heb ik hele leuke sokken gescoord. Als eerste heb ik deze. Ja, ik vind ze onwijs schattig. Het zijn deze witte sokken met aan de bovenkant kant. En het ziet er heel erg leuk uit als je dit bijvoorbeeld boven een laarsje uitdoet. Nou ja, weet je wat leuk is? Als je bijvoorbeeld een contrast doet. Stel je hebt van die Dr. Martens. Ik heb ze zelf niet, maar ik vind ze wel onwijs gaaf. En dan doe je dit er bovenuit. Dat is de perfecte combi, omdat je iets super stoers doet met iets heel erg schattigs. Dus dat zou een leuke combi zijn. Met sneakers is het ook gaaf. Ja, ik ben gewoon dol op sokjes. En het is 2 paar voor 2 euro. Hier heb ik 3 paar sokken en ze hebben allemaal glitters erin. En aan de bovenkant een beetje een schelpachtig idee. Deze 3 paar sokken waren 2,30 euro. En je hebt dus zwart, je hebt grijs en je hebt roze. Het maakt een stoere outfit net even iets schattiger. Ik hou altijd net van zo'n cute touch. Dus ja, deze sokken heb ik ook nog. Last but not least, we weten allemaal dat de haarklipjes helemaal in zijn. En nu vond ik deze. Een zwarte, een beetje met een panterprintachtig idee. En deze mintgroene. Ja, die mintgroene vind ik vooral heel erg gaaf. 1 euro voor 3 van deze knipjes. Maar ja, dit zal net je outfit helemaal afmaken. Als je het bijvoorbeeld in je haar doet. Stel, je doet het zo. Het geeft net even een leuke touch aan je outfit. Terwijl het iets heel erg simpels is.
Dit zijn alle items die ik gescoord heb bij de Zeeman en de Sena. Lijkt het jullie leuk als ik dit vaker ga doen met bijvoorbeeld andere winkels of dezelfde winkels? Laat het dan weten. Helaas kan je niet reageren onder mijn YouTube kanaal, onder mijn video. Omdat YouTube mijn reacties uitgeschakeld heeft. Maar stel, je hebt een leuk idee voor een nieuwe video, andere winkels. Laat het me weten. Stuur me een berichtje op Instagram onder mijn foto. Want ik lees al mijn reacties onder mijn foto's. Dus heel erg bedankt voor het kijken en dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doeg!